We zijn weer onderweg. We hebben enkele. Dit was een gure dag slash avond slash ik weet niet hoe ik hier moet rijden. Ik denk hierover. Oeh, dit is kletsernat. Oh shit. Christus, de paarden zijn eng. Deze gladde. Oh. Ik ben nu in. Fuck, waar ben ik? Oh ja, Bordeaux. Hoe komen we? Er staat hier. Ja, fuck it. Spijt me, er is toch nog iemand. Ik heb 4 uur geslapen. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Ik weet niet of die werkt, joh. Kan ik hier langs of moet ik hier langs? Nou, hier was het dus ongeveer 3 uur 's nachts of 4 uur 's nachts. Zeker niet goed. En toen ik ongeveer 10 minuten op de weg was, begon het keihard met regenen. Hier zo. Ja, ik eigenlijk een beetje in paniek en probeer ik een plek te zoeken zodat ik mijn soort van mijn motor bedekking, zeil ding om mezelf heen kan doen, want ik had geen lentekleren bij, geen kleren tegen de regen, plus het was ijs koud tijdens het rijden. Volgens mij was het iets van 8-10 graden of zo. Zo het ergste bedekt. Als dat goed is. Kijk. Jezus, waar ben ik? Oh mijn god, wat is dit voor buurt? Dat was nogal eng. Ik heb die vent, die is slechter aan het doen dan ik. Niet heel koud, alleen bij mijn benen en mijn enkels. Zonder 30. Jezus, een krater. Zo. Een kraterput was dat, dubbel gevaarlijk. Grip houden, ik wil niet over deze stenen uitglijden. Er is gewoon geen verlichting. Wat 5 uur is en pikken donker. Ja, een rood licht, maar even serieus, dat ga ik echt niet doen, sorry. Ik ga niet hier. Autobussen rijden al, tempo maken. Ik moet vandaag 7 uur rijden. 1-0. Goed. En het begint te regenen. Oh, ik was net zo van, oh, kut, waarom heb ik dat ding opgedaan? Maat. Hier zit ik eigenlijk de hele tijd over een lange weg in de gure kou. Volgens mij was het iets van de 8 graden. Normaal, en nou zat ik ook nog op de motor, was het, scheen de zon niet. En het regende ook nog eens de hele tijd. Volgens mij was dit de hele tijd door Parc Naturel Regional de Landes de Gascogne of zo. En was gewoon constant dit. En ik wilde eigenlijk een plek zoeken om te stoppen. Een tankstation of wat dan ook. Maar ja, ik zat midden in het park. En ik was echt dood aan het vriezen. Dus er was maar één weg. En dat was rechtdoor. Ik had geen keus. Dus dat deed ik. Hier begint het voor de leuk nog harder te stortregenen. Je hoort het ook, gewoon de camera. Zo hard begon het te regenen hier. En ik was al nat. Oh my god. Ik weet niet of het zin heeft. Hoe kan ik er nog 7 uur volhouden? Het is echt keihard. Ik ben helemaal nat. En het is 6:11. Het regent. Tyfus hard. Hoe de fuck kan dit? Het is gestopt met regenen. Dat was echt plotseling gewoon
zo'n stortbui en dan stopt het weer. Het begint licht te worden. Oh mijn god, dit was echt een taai begin. Nou, het is al wat ik vreesde. Het is gewoon dicht. Oh. Oh mijn god, jezus die knieën. Dat is de enige manier. Ik zat echt aan te denken om gewoon in die regenstorm gewoon in mijn broek te plassen. Net als bij een lawine, weet je wel. Als je dan gewoon in je broek plast. Oh. De ochtend was guur. Het is plotseling licht. Ik heb even daar mezelf opgewarmd met de motor. Ik heb nog steeds rakker koud. Het is nog steeds rakker koud. Je niet menen. Ik stap net de motor op. En het begint te stortregenen weer. Wat heb ik misdaan om dit te verdienen? Oh my ja, ik ben weer. Auw! Het doet gewoon pijn. Dit kan je dus echt flink niet menen. Het is ook zo fijn gedaan. Dit. Het enige wat ze hier plaatsen zijn oude verlaten boerderijen. Maar ja, natuurlijk niet gaan stoppen, want ja, dat is doodseng. Maar toen, cadeau. Met de hemel. Ik heb de pin. Ik heb de pin, we gaan naar Cap de Pin. Dat gaan we gewoon doen dit. Snel naar binnen. Hier zit ik in Cap de Pin. Cap de Pin heeft mij gered. Gered in deze storm. Ik zat hier veilig en ik werd hier verzorgd met een gratis croissant. Ik heb hier minstens een uur gezeten. Het is nu even droog. Ik moet hier echt gebruik van maken. Oh, die vrouw heeft me goed verzorgd. Beetje, kopje koffie. Oh, het miezert alweer. Die miezert het al. Kut, 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 kut. Oh nee, het wordt steeds meer. Ik rij... Oh ja, top. Ik zit weer in de regen. Ja, fijn. Heel fijn. Oh ja, kletsen en kledden. Oh ja, fijn. Heel fijn. Dat duurde niet lang. 10 minuten. Jezus Christus. Leeftijd alert. Niet in april begin bij naar Spanje. Oh. Zonnetje. Waar is het zonnetje? Ja, zon. Oh. Yes, warme op zon. Warm me op, geef me kracht en moed. Oh, de zon in mijn rug. De zon aan mijn zij. Kijk die donkere wolken daar dan nog. Oh nee, welke kant gaat deze wolk op? Beter gaan die zo, die kant op, naar links. Dat kleine beetje zon wat ik net had, heeft me net echt energie gegeven. Ik kan er weer een hoop. Dat de wereld niet alleen maar donker en grauw is. Donker, grauw en nat. En koud. Dat het ook iets moois is. Het duurt alleen soms even. Hij moet eerst door donker, grauwe, natte gaan. Voorbij het lichte, kleurrijke, warme komt. Oh. Oh ja. Oh ja, dit ziet er goed uit recht voor me. Dat ziet er heel goed uit. Zon, yes, yes, even. Oh, 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 oh. Oh, ja, ja, ja. Oh, yes. Ja. Oh. Yes, dit hele stuk. Ja. Oh, nee. Komt die joekel op mij af? Nog meer kraters. Hier moeten we proberen doorheen te komen om te sterven. Wat de fuck is dit nou weer? Is dit veilig? Hoe diep is dit hier? Oh Jezus. Hallo? Monsieur! Monsieur! How deep? No? Okay. Yeah.
Hij weet het niet. Hij weet het niet. Oh, wacht. Aha. Ja, ja, ja. Hier links kan het. Dat is Mokertje Diep. Dan zou ik denk ik tot de bodem van de aarde. Of tot het middelpunt van de aarde vallen. Tot de kern. Monsieur weet het niet. Oké. Okay. Perfecto. Gast, volgens mij... Ik begin een beetje ergens met een Spaanse vibe te komen. Naar de... Boulangerie. Ik ben nu in Spanje. Ik moet straks met Spaanse chauffeurs rijden. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Het is mooi weer, het schijnt, het is lekker licht, Alejandro. Jezus, wat was dat voor een hypermoderne bus. Woo! The fail one, I've been stationed, not someone. Ho, ho, ho. Wat een hank, dat is mooi. Dit soort uitzichten. Ik moet hier. Oh! Een château. Halleluja, halleluja. Oh! Wat doe ik nou? Een vuistje. Gassen! Hopeless place. Ik weet niet. Zo'n mooi plankje. De zee. En wat voor een zee. Oh, hij heeft hier gestrand. Ik had daar moeten stoppen gewoon. Ik rijd al de hele tijd achter deze auto met de naam Mil. Als kenteken. Oh, ik rijd al zo lang achter deze Mil-faam. Wow, wat is dat voor een rots? Knipperlicht kan uit. Wow! Wat romantisch. Jezus Christus. Wat? Staat hier gewoon een auto? Oké. Okay. Hé, hey, kijk. Ik kan hem hier parkeren. Jezus. Hoe ga ik dit doen?